Oh, dus het plan is... Huh? Jij blijft hier en zorgt ervoor dat er niemand is. Oh. Oh. Bloedchips, eindelijk ben je van mij. Eindelijk heb ik je, Cindy. Laten we gaan. Nu is het voor jou. Bedankt voor je medewerking. Ik zal je zeker helpen, Cindy. Oh. Oh. Ik ben niet schuldig. Oh. Oh ja? Oh. Gratis, Cindy. Voor Cindy. Voor Cindy. Voor Cindy. Voor Cindy. Voor Cindy. Voor. Voor. Oh, voor Cindy. Cindy, wil je niet dansen? Nou, je vroeg erom. Voor Cindy! Gezocht. Ik moet Cindy zoeken. Ze zal me vertellen wat ik moet doen. Ik kan je niet horen, Cindy. Oh, Cindy. Kylie, hoe ben je hier binnengekomen? Nou, ik moet iets verzinnen. Wat heb je bedacht? Je zal het zien. Wie ben jij? Wat doe je hier? Ik ben Cindy's advocaat. Ik ben hier om haar rechten te verdedigen. Genie. Oh. Oké, hier is Cindy's ding. Oh, achoo! Oh nee. Is dat een nepsnoor? Het is echt hier. Het zal uitgroeien. Wat zijn jullie, zussen? Ik wil dat je deze kamer verlaat. Oh, Kylie! Oh! 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 Ik moet mijn zus redden. We moeten er alleen nog achter komen hoe we deze gevangenis kunnen krijgen. Hoi, ik ben hier om Cindy te bezoeken. Wat zit er in de mand? Het is een taart. Cindy houdt van taart. Oké, kom binnen. Cindy, ik heb je favoriete taart mee. Ik hou niet van taart. Cindy. Oh, ik hou van taart. Oké, ik ga weg. Deze taart is heerlijk. Ik denk dat ze in slaap valt. Wat is dat geluid?
Het zal een eeuwigheid duren voordat ik op deze manier kan ontsnappen. Oh. Oh. Oh, ik ben hier al een eeuwigheid. Ik wil vrij zijn. Vrij! Cindy, het is pas 4 uur geleden. Ik ben een vampier. Een uur is gelijk aan een jaar. Oh, het wordt een dag van schreeuwen. Cindy, 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 Cindy. Als je dit kalmeert, stop ik je in een dwangbuis. Oh. Oh, waarom zijn we geen vrienden? Gevangene Cindy. Lunch. Oh, 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 oh. Oh, pap? Oh. Oh, ik weet het niet. Ik weet het nu. Oh. Oh, oh, vrijheid. Oh, er is overal bedrog. Oh, oh, laat me naar mijn zus gaan. Geen bezoek vandaag. Oh, Kylie. Alsjeblieft, dat is mijn zus. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oké. Okay. Yay. Oh. Oh. Rennen op de telling van 3. Aha. 3. Rennen. Oh, oh. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Ha. Niet tijdens mijn dienst. Oh, ik denk dat het daar niet vers was. Oh. Oh, dit is mijn kans. Oh, oh, mijn vrijheid. Oh, 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 oh. Oh. Nou. Oh. Oh. Ik denk dat het niet mijn dag is. Oh. Cindy. Wakker worden. Je hebt een nieuwe huisgenoot. Welke huisgenoot? Er is geen ruimte. Het is in orde. Ik heb mijn eigen bed. Ik wil dat het stil is. Zo begrijpen. Oh. Wauw. Je tattoos zijn cool. Die wil ik ook. Je krijgt ze nu. Oh, oh, mm. Het is niet gevaarlijk. Oh. Oh, auw. Ik zei dat je stil moest zijn. Oh, het spijt me. Auw. Dat is de laatste keer. Oh. Wat is er aan de hand, hè? Oh, gefeliciteerd met je verjaardag, Cindy. Oh, mijn verjaardag was een jaar geleden. Er is iets voor jou tussen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Mm, het komt er niet door. Heb je hulp nodig? Ja. Oh, oh, wat is dat dan? Oh, wat heb je daar? Oh. Oh. Wat heb je daar nu? Het is de beste verjaardag die ik ooit heb gehad. Hmm, dat is zo lief. Ik denk dat hij hier woont. Hallo, kan ik u helpen? Hallo, je moet mijn zus redden. Hoe? Neem de verklaring terug. Ze zal nooit meer stelen. Pap, wie is dat? Oké, ik neem de verklaring terug. Slechts op 1 voorwaarde. Oh, wat is dat? Je gaat mijn dochter helpen met haar schoolproject. Oké, laten we gaan. Doei, vader. Oh. Oh, hallo, meneer Allen. Ik ben hier om mijn verklaring terug te nemen. Maar ze is... Ze is onschuldig. Oh. 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 Ja, vrijheid. Oh. Meneer Allen, het spijt me dat ik in uw huis heb ingebroken. Ik zal het nooit meer doen. Cindy, er is eigenlijk nieuws. In principe, wat is het? Je zult in mijn huis moeten wonen. Wat? Oké, laten we gaan. En lach. Oh. 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 Hey, vriendin, ben je klaar voor het project? Welk project? Het schoolproject.
We moeten een vogelhuisje maken. Oh, ik doe niet mee met het project. Ik ga een hut bouwen. Oh, je hebt alles kapot gemaakt. Oh, wacht, ik heb een idee. Waarom bouwen we geen echt huis? Dat wil ik wel, ja. Wauw. Maar je kan geen huis bouwen van lakens. Aha, we moeten bestellen. Oh, dat zou genoeg moeten zijn. Nou, laten we pizza doen. We zijn allemaal hongerig. Juist. Bezorging. Hallo? Jullie pizza en andere materialen. Kom op. Hoe gaan we dit allemaal binnenkrijgen? Blijf daar staan. We zijn zo terug. Ik heb alles uitgedacht. Wat? Je zult het zien, hè? Ik denk dat we alles hebben. Ja, ik ben moe. Hey, en het geld dan? Oh ja, geld. Geld! Oké, we hebben de materialen. Laten we beginnen. Wacht, ik kan dit niet bouwen. Alsjeblieft. Nou, dat is een ander verhaal. Nou, ik ben klaar. Laten we het doen. Auw. Help, help. Nee. Schroef. 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 Oh, alsjeblieft. We zijn klaar. Wat een stevige. Lucy. Hier is de schroef. Ik heb hem losgedraaid. Gaf je me dezelfde schroef? Waar moest ik anders de schroef vandaan halen? Hier zijn de schroeven. Ik neem die, oké? Ja, wist je niet dat ik ze los hoefde te draaien? Lucy, ik kom. Het fundament is klaar. Gaan we verder met de volgende? Wauw. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Nieuw. Laten we het in elkaar zetten. Oké. Dus we zijn hier klaar mee. Dit is het begin. Begin. Kom op, kom op, kom op. Het moet alleen nog worden vastgezet. Gewoon even vastzetten. Ja. Klaar. Dat is een coole constructie die we hier hebben. Eigenlijk zijn we nog niet klaar. Wat? Het dak en de deuropening moeten nog gedaan worden. Niet zeuren. Je kan maar beter meten, toch? Meten? Waarom? De deuropening. Oké. 150. 150. 125. 125. Het is de perfecte grootte. Laten we het vastzetten. Het ziet er stevig uit. Ik ben moe. Geen tijd om te huilen. We moeten het dak afmaken. Lucy. Ik ben hier. Het dak is klaar. Nu alleen nog verven. Denk je dat we dat moeten doen? Cindy. Wat heb je gedaan? Wat heb je nou gedaan?
ik bedoel dat niet. Jawel, dat deed je wel. Stop! Kunnen we vrede sluiten? Ik ga dit niet nog een keer doen. Oké, vrede. We moeten de verf meteen afwassen. We zijn klaar. Laten we iets eten. Lucy, ik heb nog geen hap gegeten. Ik bedoel, we kunnen kartonnen wanden maken. Wat? De muren? Snap ik. Kom op, laten we gaan. Maar ik ben nog steeds boos op je. Dat ziet er geweldig uit. Maar ze zijn een beetje saai. Oké, we gaan ze schilderen. Het is mooi. Ja, laten we ze vastzetten. We kunnen ze vastzetten. Mag ik? Nee. Mag ik? Alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft, mag ik? Alsjeblieft. Jee. Pas op. Het werkt niet. En trouwens, ik vind het niet meer interessant. Cindy. Ik werk. Ja, oké, ik kijk wel toe. Cindy, waar is het karton? Dat hebben we niet meer nodig. Wat? Ik heb een beter idee. We maken ramen. Dat is een geweldig idee. En zo? En oké. Is het niet geweldig? Niet echt. Hey! Oké, ik maak een geintje. Ja, dat is cool. Ja. De constructie is klaar. Het is alleen een beetje stijf. Ik heb een idee. Kom op. Ik heb het. Bootser. Nee, dat ben jij. Veel zachter. Ja. Kussens. Speelgoed. Oké. En mommy Longlegs zal ook bij ons wonen. Ik ben een coole vos. Ja. Lucy, speel je met speelgoed? Ja. Nee, ik. Ik speel niet met speelgoed. Trouwens, dat is de volgende stap. We kunnen wat lampjes ophangen. Juist. Goed gedaan, kleine muis. Nou, wat gaan we nu doen? Ik ga een spiegel maken. Dat is het. Wat? Dat is mooier. Oh ja. Nu moeten we het plafond doen. Oh, wauw. Het is als de licht, hè? Heb je nog meer van die? Ja. Ik weet wat we met ze gaan doen. Oké. Ja. Wat doen we nu? Wat gaan we nu doen? Ik weet het. En nu? Ik ga een spiegel maken. Ik wil ook een spiegel. Dan ga ik een plank maken. Ik wil ook een plank. Beslis nou eens. Maar... Ik maak de spiegel.
Oké, ik maak de plank. Gaaf. En nu gaan we versieren. Mijn plank krijgt de vorm van een hart. Aha. En de kleur wordt natuurlijk roze. Wauw. Cindy, kijk eens naar de spiegel die ik heb gemaakt. Wat een spiegel. Dat is een mooie plank. En ik heb ook planken nodig. Het is prachtig. Wat moet ik doen? Oh, ik ga Lucy verrassen. Dus wat hebben we? Een blik en wat verf. Laten we gaan. Klaar. Nu moeten we wachten op Lucy. Oh, verrassing. Wat is dat? Het is een verrassing. Voor jou. Dat is gaaf. Ik denk dat we hiermee klaar zijn. Zullen we een feestje houden? Wauw, ja. Ik wil wel eens zien hoe ze nu gaat dansen. Lucy? Mam? Lucy, wat gebeurt hier? Ik liet Cindy komen om te helpen met het project. Niet om een huis te bouwen en een feestje te vieren. Sorry. Cindy, maak je klaar. Ik breng je naar huis. Mam, we gaan een project doen. Ik wil niks horen. Het was het beste project ooit. Tot ziens. Tot ziens. Klaar. Laten we gaan. Wat denk je? Ouch! Hey! Ewald! Heb je niet je eigen bed? Het is eigenlijk vies daarbinnen. Vies? Mam! Pap! Stil. Stil. Oké. Ik heb hier zo genoeg van. Ik wil zo graag mijn eigen kamer. Juist. Ik zal een geheime kamer onder het bed bouwen. Wat? Ik wil ook een geheime kamer onder het bed. Mijn kamer zal beter zijn. Nee, mijne zal beter zijn. Nee, de mijne. Mijne, mijne, mijne. En een miljoen keer de mijne. Ewald, help! Ik kan het niet. Ik ben in de geheime kamer. Is dat zo? We beginnen met de wedstrijd voor de sterkste persoon. Wilt iemand zich opgeven? Dat wil ik wel. Ik wil het.
Je moet deze dingen op het bed hebben. Ha, makkelijk. Ik ben de sterkste. Achteruit. Phew. En hier is onze winnaar. Ja, ik ben de sterkste. Wauw. Phew. Wacht eens even. Ik heb een kamer voor haar gebouwd. Die sluwe meid Cindy. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Phew. En we beginnen de wedstrijd om te zien wie hier de mooiste is. Je zult tegen mijn bed moeten strijden. Ik weet al dat ik de mooiste ben. Oh, ik zal het zelf moeten doen. Oké. Ja, dat is het dan. Oké. Daar. Oké. Daar. Strak genoeg. En nu verven. Dat is het. Geweldig. Wat heeft Cindy daar? Hoe vind je het? Cool. Wat heb je daar? Is dat het? Ik denk dat ik beroofd ben. Het was zo mooi. Dat klopt. Beroofd. Ik ga zo'n kamer krijgen. Ze zal jaloers zijn. Laten we beginnen. Oké, laten we nu een beetje gezelligheid toevoegen. Een plank zou leuk zijn. Wat als ik een plank maak van een skateboard? Geniaal! Oké, ja! Dit gaat de coolste grap ooit worden. Wat is er gebeurd? Ik denk dat ik een hand doorboord heb. Moet ik me houden? Wacht even, ik ga een pleister halen. Wat moeten we doen? Hoe gaat het met mijn hand? Ik weet het. Oh, jij! Daar! Ze zullen me een Nobelprijs geven. Wat mooi. Wauw. Nou. Juist, gordijnen. Ja, de plank. Klaar. Ding. Wat is die lekkere geur? Wauw, aas. Geef me nog een stukje, hebberig ding. Ik zie zeker dingen. Wat? Jij! Wauw, wat een vangst!
Oké. Je weet hoe je al mijn snoepjes moet stelen. Ah, iets anders. Het bijt! Ah. Ah. Je zult wel weten hoe je moet stelen. Er ontbreekt iets. Ik ga voor mezelf een echte hemel maken. Leeg. Ook leeg? Wat moet ik met ze doen? Juist, ik ga een slinger maken van blikjes. Nu heb ik mijn eigen hemel. Nou, dat noem ik nou eens zero waste produceren. Cindy! Snurken als een oude man. Oh! Leuke slippers. Deze slippers zijn perfect voor mijn joysticks. Au! Au! Hey, Walt! Huh? Cindy? Waarom maak je lawaai? Dat was ik die mijn sok aan het strijken was. Zie je wel? Oké. Waar zijn mijn slippers? Slippers? Geen idee. Wat zit daarin? Niks. Oké, ik ga een huis voor Barbie bouwen. Ik hou van Barbie. Oké. Dus, nou, laten we beginnen. En nog een laatste aanraking. Klaar. Dus, met wie moet ik spelen? Juist, ik maak een vriendje voor mezelf. Mijn vriendje zal de mooiste kleren hebben. Nou, zullen we vechten? Ah, ik geef het op, ik geef het op. Je doet maar iemand denken. Juist, de coolste kerel ooit. Haha, yo, yo, bro. Dus ja, ik loop naar haar toe. En ze snurkt als een oude man. Kun je het voorstellen? Begrepen. Geen afleidingen. Hoe dat? Dat is niet eerlijk. Het was leuker met Cindy. Zij is in tegenstelling tot jou een echte vriendin. Hoi, Chloe. Hoi, Lily. Wat een mooi topje heb jij. Dank je. Oh nou, het is saai om alleen te spelen. Cindy, ik heb je slippers gevonden. Hier. Wauw, dank je. Waar komen de spijkers vandaan? Oh, ik heb geen idee. Een soort van magie. Trouwens, ik heb een PlayStation. Wil je spelen? Wat dacht je van een dagje spa? Wat als? Best cool, hè?
Ja, dan gaan we met Barbie spelen. Je bent er gek op, nietwaar? Juist, ik hou van haar. Oh, wat is er mis met deze airconditioner? Ik ga dood van de hitte. Oh. Voorzichtig, Kennis. Waarom ben je buiten adem? Het is een nieuw waterpark, Melissa. Wat is het probleem? Wat? Het is het coolste waterpark ter wereld. Er zijn veel glijbanen en veel verschillende zwembaden. Wauw, dat is interessant. De beroemdste en populairste mensen gaan naar de opening. Ja? Billie Eilish, Ariana Grande, Tom Holland zullen er zijn. Wanneer is de opening? Vandaag! Waarom zitten we hier dan? Laten we vast gaan. Ik heb een taxi gebeld. Ik kan niet geloven dat we met de sterren gaan rondhangen. Ja, ik ook niet. Oh, de taxi is er. Pak je zwembroek en laten we gaan. Ik ben zo terug. Ik wacht op je in de taxi. Uw kaartje? Ah, kom binnen alsjeblieft. Veel plezier. Ik ben ook met haar. Kom binnen. Ik ben klaar om plezier te maken. Ja, ik ook. Ik hoop dat ik een leuk iemand ontmoet. En beroemd. Er is eigenlijk een rij hier. Is dit voor het waterpark? Het lijkt erop dat er meer mensen met de sterren willen rondhangen dan we dachten. Ik heb een idee. Ja. Zoek het op. Een momentje. Oh. Hey. Wat is er aan de hand? Waar gaan jullie naartoe? Hm? Kijk naar hem. Ja, ze huren hier allerlei soorten mensen in. Wie zijn jullie? Wij? Wij zijn Billy's vrienden. Billy wie? Niet zomaar Billy. Oh ja, zij is Billie Eilish voor jou. Wat is er zo grappig? Dus jullie denken dat jullie de enige gluiperds hier zijn? We hebben zelfs vrienden van de president in de rij staan. Dus ga achter in de rij staan. Jullie zullen de vrienden van Miley Cyrus ontmoeten. Ga. Maar hoe is dat? We hebben geen keus. We zullen moeten wachten. En, heb je het gevonden? Ashley, is dit niet waar je naar aan het zoeken was? Uw ticket? Ah, natuurlijk. Kom binnen. We staan hier al een eeuwigheid. Niet overdrijven. Het is maar 3 seconden geleden. Dus, voor mij zijn 3 seconden een eeuwigheid. Kom op, zoveel mensen zijn er niet meer. Uw ticket? Ah, perfect. Dit is allemaal jouw schuld. Had je niet wat langer kunnen voorbereiden? Mijn schuld? Jij was degene die je spullen thuis liet en we moesten terug. Oké, niet gek worden. Wij zijn de volgende. We gaan de social scene in. En het zwembad. Sorry, we zijn vol. Oh, hoezo? Gooi je dan iemand uit? Een fijne dag. Tot ziens. Nou, misschien... Wacht! Nee! Oh. Waarom hebben we nooit geluk? Het feest is niet leuk zonder ons. Juist, alle sterren zitten zich te vervelen. Ja, ja, en ze vragen, waar zijn Candace en Melissa? Het is zo heet. Wat is er mis met deze airconditioner? Wat als we ons eigen waterpark bouwen? Juist, van stokken en piepschuim. Waarom niet? Meen je dat nou serieus? Natuurlijk meen ik het. Oké. Er is toch niks te doen. Dan zullen alle sterren vragen om naar ons waterpark te komen. En wij kiezen wie erin mag en wie niet. Kom op, ik kan niet wachten om alles te bouwen. Maar laten we eerst de materialen bestellen. Piepschuim en stokken. Hallo, we gaan een waterpark bouwen. We hebben piepschuim, stokken en schroeven nodig. Stof, een boor, een hamer. Wat is er? Heb je het besteld?
Het komt eraan. De bouw is goed, maar onze outfits zijn duidelijk niet goed genoeg. Ik heb alles uitgedacht. Vertrouw me maar. Pak je outfit. Mooi. Ik vind het mooi. Ja, het is comfortabel. En het belangrijkste, het is mooi. Nou, laten we een plekje zoeken. Ja, laten we gaan. Ik denk dat het best goed is. Ja, het is prima. We moeten alleen de was nog opruimen. Boom. Klaar. Melissa, help me. Candace. Oeps. Klaar. Alsjeblieft, nu is het zonnig en ik kan verbranden. Ik wil niet rood worden. Zullen we een luifel maken? Hey, elk cool waterpark zou een luifel moeten hebben. Nou, laten we dan aan de slag gaan. Oh, wacht. Waar gaan we het van maken? Nou, we hebben waslijnen. En we hebben stof. En 1 plus 1 is gelijk aan... 2. 2 wat? Dat klopt, 2. Oké, dat is genoeg wiskunde. Laten we aan het werk gaan of we verbranden zeker. Ja! Melissa, haal wat meer stof. Ben ermee bezig. Ja. Melissa, geef me de wasknijper. Bedankt. Ik denk dat dit het is. Dat was niet makkelijk. Het is nu niet te heet. Ja, en het ziet er goed uit. Maar het hek ziet er helemaal niet goed uit. Dat moeten we repareren. Oh, we kunnen de lucht met wolken maken. Ja, we hebben de lucht gedrapeerd met doeken om het op de muur te maken. Ja, luister. Wat als? Wat als we inderdaad de lucht met wolken maken? Ja. Ik weet het. Ik ga het net halen. En ik pak de tulle. Dit wordt zo cool. Alles is zo luchtig. Het net! Ik doe mee. Dit net zal de hemel maken, toch? Ja, je zal het nu zien. Ja, tot nu toe is het net een klamboe die je zeker niet zal redden van insecten. Melissa, neem je tijd. Het komt eraan. Candace, ik ben bang. Ik ga daar niet meer naar binnen. 1 keer was genoeg voor mij. Dat is geen slecht idee. Ik doe alles en het enige wat jij doet is stropdassen bedienen. Je moet ook weten hoe je hem moet leiden. Hey, het gaat tot nu toe geweldig. Ja, zullen we de wolken nu maken? Ja. Oké, we hebben het karton. Watten, lijm. Oeh, wauw. Geweldig. We zijn bijna klaar. En nu wat magie. Ah, dat is best cool. Het is mooi. Wat een mooie wolken. Ja, we moeten ze alleen nog aan de muur bevestigen. Mooi, hè? Ze zien er zo echt uit. Candace, ik denk dat er iets ontbreekt. Wat mis je nog meer? Zullen we een zon maken? Melissa, alsjeblieft, 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 wacht hier. Maar doe het snel. Dat is niet nodig. Wilde je de zon niet? En dan? Melissa, we zetten het in elkaar, wikkelen het in een stof en je hebt een zon. Oké. En dat is het. Wat denk je ervan? Zo had ik me precies voorgesteld. Maak het. Prachtig. Nu hoef je niet eens je hoofd op te tillen om naar de lucht te kijken. Daar ben ik het mee eens. Het is een ondraaglijke spanning. Het lijkt erop dat het donder komt. Het is gewoon mijn maag. Weet je zeker dat het normaal is? Misschien moet je naar een dokter. Hey, ik heb gewoon honger. Ja, ik snap het. Eigenlijk heb ik ook honger. En ik kan wel een koude limonade gebruiken.
en een milkshake. Elk waterpark heeft een bar. Ik wou dat wij er een hadden. Bestel koude drankjes en iets te eten. Waarom bouwen we geen bar in ons waterpark? Ik sterf van de honger terwijl we het bouwen. Heb je een ander voorstel? We kunnen gewoon pizza bestellen. En we kunnen een bar bouwen en pizza bestellen en cocktails maken. Oké, begrepen. Geweldig, laten we de materialen gaan halen. Dan zorg ik voor een bord. En jij vroeg waarom we al deze troep nodig hadden. Oké, je had gelijk. Oké, zet het tegen de muur. Ik pak nog een pallet. Melissa, zo snel? Je moet wel heel erg hongerig zijn. Maar dat betekent niet dat ik het niet hoef te eten tot we klaar zijn met bouwen. Afgesproken. Je maakt het bord en ik maak het aanrecht. Cool. Makkelijk. Kijk uit, daar is de bar. Wauw, het wordt interessant. Het is bijna klaar. Er is nog een tafelkleed over. En ik heb alles klaar. We hebben gegeten. We kunnen nu rusten. Ja, hoe zit het met ons waterpark? Nou, we hebben een eeuwigheid gewerkt. Wanneer gaan we rusten? We rusten als we klaar zijn met bouwen. Niet zuchten. We moeten gewoon een rustplaats maken. Hopelijk een rustplaats voor ons. Natuurlijk niet. Voor de gasten. Daar gaan we. Sommige mensen krijgen alles en sommige mensen krijgen niks. Doe niet zo gek. We bouwen een recreatiegebied. Een zwembad en een glijbaan. Is dat alles? Nee, natuurlijk niet. Er is decor. Dat is vreselijk. Waar ga je heen? Wat? Een recreatiegebied bouwen? Voor de gasten. Wacht op mij! Dit lijkt niet op een recreatiegebied. Natuurlijk, we hebben tenslotte nog niks gebouwd. En wat gaan we hiervan maken? De coolste en meest comfortabele stoelen. Van banden? Je zult het zelf zien. Geef me een blik, dan schilderen we het. Het is zo kleurrijk. 1 gedaan, nog 3 te gaan. Ik ga wel. Kennis, ik ben klaar. Wat is dat? Dit is mijn persoonlijke ontwerp. Oké, ontwerper, laten we verder gaan. Alsjeblieft. Wat doen we ermee? Het schuim, de stof, we maken de stoelen. Dat had je moeten zeggen en ik zou geen domme vragen stellen. Ah, dat is goed. Ze zijn zacht. Nog 3 te gaan. Dat is oké. Maar binnenkort rusten we uit in een cool waterpark. En dit gaat hierheen. Ik ben klaar. Perfect. Dat is de stoel. En dat is de achterkant. Ja, ik wist niet dat banden zulke mooie stoelen konden maken. Geweldig. We hebben ze getest. Het is tijd om een zwembad te bouwen. Nou, waarom rusten we niet even uit en bouwen we het? Oké, maar even maar. Kennis? We moeten de uitnodigingen nog versturen. Ja, we hebben publiciteit nodig. Wat betekent dat we een fotoruimte nodig hebben? Nee. Wat dacht je van wat coole foto's, zodat we iedereen naar ons waterpark willen laten komen? Oké. Ik heb het allemaal uitgedacht. Oké. 5 minuten. Nou, waar gaan we het bouwen? Daar.
Oké. Ik heb een bord, montageschuim, karton en verf nodig. Kom op, Commander. Wauw. Dat wordt de basis voor de achtergrond. Jij maakt het frame en ik schilder de achtergrond. Daar gaan we. Melissa, het frame is klaar. De achtergrond ook. Laten we het monteren. Ja? Nou, is het klaar? Natuurlijk niet. Je hoeft alleen nog maar een zeegolfeffect te creëren. Alsjeblieft. Wauw, dit is de coolste fotozone die ik ooit heb gezien. Er is nog één ding, de surfplank. Oh, wauw, cool. Laten we foto's maken. En zo. Ik vang een golf. Ja. Alsjeblieft. Klaar. Laat het versturen. Verzonden. We gaan het coolste feestje houden in ons waterpark. Melissa, het zwembad is nog niet gebouwd. Laten we de materialen gaan halen. Laten we gaan. We bouwen het van piepschuim. We repareren het met schuim. Laten we doen. Wow, dat is de schaal. Dat is het meeste piepschuim dat ik ooit heb gezien. Waar beginnen we? We hebben een plan nodig. Wauw. Ik snap het niet. Je komt er wel achter. We beginnen hier. Ja. Oh. Oh, laten we verder gaan. De basis is klaar. We moeten het afdichten met schuim. Hier. Ik weer. Terwijl de basis droogt, waarom doen we de versieringen niet? Ja, ik weet hoe ik grappige kwallen moet maken. En vissen. Oké, laten we de kom pakken. Open de vuilniszak. Zet het hier maar neer. Laten we het vastbinden. De kwal is bijna klaar. En ik maak de tentakels. We krijgen zo'n tentakel. Ik moet er nog meer maken. Geweldig, nu naai ik het op de kwal. Dat is het. Het is klaar. Net als een echte. Alleen zou ik er geen in mijn leven willen ontmoeten. Ja, juist. Laten we er nog een paar maken. En we maken vissen van karton. Geweldig. Oh, nog ongeveer 50 en dan kunnen we versieren. Oh, maar het zal er mooi uitzien. Klaar. Laten we beginnen met de bar. Oké. Ik ben onder de indruk van deze schoonheid. Het is net een echte onderwaterwereld, hè? Ik denk dat de basis droog is. Laten we het zwembad bouwen. Ja, laten we gaan! Het lijkt te blijven plakken. Nu gaan we de zijkanten maken. Ja, pak de zaag! Daar maken we de zijwanden van. En de hoeken worden afgerond. En dan nog meer lagen. Oké, onze puzzel is compleet. Het zwembad is klaar. Laten we het bedekken met plastic folie en het vullen met water. Geweldig. Pak de slang. Oké. Hier. Goed. Laat het vollopen. Nou, we hebben een zwembad.
Maar wat is een waterpark zonder glijbaan? Oké, terwijl we het zwembad vullen, laten we een glijbaan bouwen. Cool. En waar gaan we hem opzetten? Ik pak de ladder. Hier. Ja. Oh. Hoe? Sneller. Laten we het neerleggen. Oh. Geweldig. De glijbaan is klaar. Het zwembad loopt vol. Zullen we de gasten ontmoeten? Ja. En het feest begint. Jongens, kom binnen. Het is het beste waterpark waar ik ooit ben geweest. Candace, wat geweldig dat jij op het idee kwam om een waterpark te bouwen. Ja, Melissa, jij en ik hebben het goed gedaan. Woehoe! Feest! Woehoe! Yeah!